Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time, shake your hand. Het vinyl maakt mooi dat je gaat veel bewuster luisteren. Je gaat thuis een plaat opzetten, dan moet je bijblijven, je moet hem omdraaien. Je zet er een kopje koffie of een kopje thee bij en je gaat echt luisteren. Een cd of iets online streamen, dan ga je het echt als behang gebruiken. En ondertussen ga je misschien wel stofzuigen. En een plaat opzetten, dan kies je echt voor eventjes even onthaasten. Je komt voor de wedstrijd nog even een plaatje scoren, of wat? Ja, ik kom nog even kijken hier. Ik las het in de krant en ik denk, jeetje, wat lastig. Want het valt samen met Feyenoord Sparta, waar ik uiteraard dadelijk naartoe ga. Bent u echt een verzamelaar? Ja, ik ben echt een verzamelaar. Ik heb vooral de singeltjes. Ik heb meer dan 3000 singles thuis. Zo! Ja, 1500 LP's en iets van 1000 CD's. Dus ja, ik heb het altijd van jongs af aan gespaard. En ik heb het gelukkig nooit weggedaan bij de opkomst van de CD. Ik zie u diep, diep graven. Vertel, waar bent u naar op zoek? Ja, een beetje mijn verzameling aanvullen. Hoe groot is uw verzameling? Qua LP's heb ik er nu bijna 1300. Het leuke van LP's is, die dingen zijn gemaakt. Noem maar eens in een bepaalde volgorde, op een bepaalde kant. En dan omdraaien, een andere kant. Het is heel wat anders dan shuffle play, zoals met cd's veel gebeurt. Er is over nagedacht hoe een plaat opgezet is. Welk nummer komt naar welk nummer. Men zegt ook vaak, die vindt het ook wel, het is wat warmer. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden een beetje begonnen met het sparen van LP's. En ik weet niet, als je eenmaal begint, dan stop je niet meer eigenlijk. Maar wat ik vind is dat het muziek luisteren wordt een soort ritueel. Omdat je moet die plaat erop leggen, die naald erop leggen. Ik weet niet, het voelt wat echter of zo.